Goedemiddag alle kijkers. Welkom terug bij uw programma V7 Da Passie Ekong. Dit is aflevering 2. Loopt u eens en vindt u zelf hetzelfde doen wat iedereen in uw buurt doet? Handelt u ook hetzelfde of denkt u toch heel anders? Vandaag zullen we het hebben over brainwashen. En we hebben als gast speciaal in ons midden de heer Rudy Jesseren. Hij zal ons het een en ander vertellen als psychiater wat brainwashing precies betekent. Welkom meneer Rudy. Dankjewel en goedenavond kijkers. Brainwashing of hersenspoelen, zet u niet weg. Het is een belangrijk programma. Er zit belangrijke informatie in die voor iedereen geldt. Brainwashing of hersenspoelen namelijk is een fenomeen dat waar iedereen voor vatbaar is. Ook u. Ook uw kinderen, ook uw man, ook uw naaste familieleden. Dus blijf alsjeblieft kijken en zet die televisie niet te zacht. Oké, brainwashing. Ja. Ingepalmd en afgezonderd wil ik het noemen. Als je hersenen zijn de klos als je ze laat spoelen. Het leukste wat je kunt worden is jezelf. Ja. Wat zien we helaas in de geschiedenis? Dat hersenspoelen of brainwashing vooral wordt gebruikt door religieuze sekten, politieke partijen, vooral zij die een autoritair of een totalitair systeem hebben. En de laatste tijd in de wereld wordt er veel gesproken over loverboys. Ja. Die loverboys die brainwashen de meisjes en gaan er mee vandoor. Brainwashen wil eigenlijk zeggen dat ze dus hun normen en waardesysteem uitwissen. Yeah. Ze halen eigenlijk je totale gedachte systeem onderuit. En hoe gebeurt dat? Krijg je een pil, drugs? Hoe gebeurt dat eigenlijk? Ook zo, maar er zijn ik moet zeggen, ik ga daar zo meteen nader op in. Yeah. Maar na de Tweede Wereldoorlog, toen de geallieerden de nazi Duitsland overwonnen hadden, toen waren de wetenschappers zeer geïnteresseerd in hoe het kwam toch dat een man, en misschien met zijn staf, maar de Führer, Hitler, in staat is geweest om zoveel mensen, het hele volk eigenlijk, te manipuleren. En niet gewoon manipuleren, hij liet ze dingen doen die je niet verwacht. Ja. En men dacht eerst, tenminste enkele wetenschappers, gaat het om die groet van Heil Hitler. Ja. Is dat het misschien, is dat die cue die mensen spoelen? Nee, er waren meer facetten erbij. Okay. Zoals je weet hebben wij hier meegemaakt dat een bepaalde politieke partij zegt, niks nog fout. Ja. Als je 1000 keer, en dat zei Goebbels in Duitsland ook, Goebbels was de propagandaminister van Hitler. Mm-hmm. Goebbels zei, als je 1000 keer een leugen vertelt, dan wordt het een waarheid. Dus als ik 1000 keer tegen u zou zeggen, niks nog fout, dan is er straks ook niets fout in jouw mind. Oh, okay. Maar dat is één onderdeel, want het moet in een zekere context, onder de juiste omstandigheden, moet zoiets worden ingeprent, om het te zeggen, of geïndoctrineerd worden. Oké, dus als ik het heel goed begrijp, gaat het eigenlijk erom dat het een methode is waarbij men zodanig beïnvloed wordt dat het heel normen- en waardesysteem helemaal op zijn kop gezet wordt. Snap ik dat goed? Dat klopt, dat snap je heel goed. Ik wil een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk. Een dochter van een familie die goed op school ging, eindexamen zou halen, goed opgevoed was, die belt plotseling een avond op en zegt, pa en ma, ik kom niet meer thuis. Ik heb een aantal mensen gevonden bij wie ik het leuk heb en bij wie ik tot het einde van mijn leven wil blijven. Ja. Je kunt je voorstellen dat er paniek uitbreekt in de familie, want dat hadden ze niet verwacht. Van hun dochter hadden ze dat absoluut niet verwacht. Dus ze begonnen allerlei dingen te denken als Bono en weet ik wat allemaal. Maar naderhand, en ik heb ook met dat meisje gelukkig kunnen praten, maar naderhand bleek dat het meisje volledig de weg kwijt was. Tenminste, in onze ogen de weg kwijt. Maar ze sprak de taal van haar manipulatoren. Want je wordt gemanipuleerd. Hè? Dus, en hoe word je gemanipuleerd?
daar zijn bepaalde psychologische overtuigingstechnieken voor. Ja. En die psychologische overtuigingstechnieken die blijken dus in allerlei dit soort zaken, zoals religieuze sectes, sommige politieke partijen, Loverboys, blijken ze allemaal dezelfde trucs te gebruiken. Ook Hitler heeft toen dezelfde trucs gebruikt. Daar gaan we zo meteen op in. Maar ik wil eerst eventjes nog iets zeggen over... we moeten een vertrekpunt hebben om dit goed uit te leggen. Je weet, we hebben een slavernijverleden. Dat slavernijverleden was niet mooi. Erger nog, het was gruwelijk. Dus we hebben er helaas in onze geschiedenisboeken niets over kunnen lezen. Mm-hmm. Tenminste, we hebben kunnen lezen wat de blanken hebben beschreven uit die tijd. Ja. Maar niets van wat er in werkelijkheid gebeurde. Dat slavernijverleden wordt nu eindelijk, bijvoorbeeld in Nederland, wordt er nu eindelijk aan besteed en er zijn stemmen opgegaan van het moet in de geschiedenisboeken. We hebben dingen uit die tijd overgehouden. Ik wil even een klein voorbeeld geven, want anders gaat het veel te lang duren. Het is een vrij groot onderwerp. Maar neem nou iets als half bloedje. Hè? Dus zo werden sommige mulatten genoemd. Hè? Ze waren dus een kind van een blanke vader en een zwarte moeder. En dan werden ze dus half bloedje genoemd. Waarom werden ze half bloedje genoemd? Eigenlijk is het dus dubbel bloed, hè? Want ze waren, of meerbloedig waren ze in ieder geval. Waarom worden ze zo genoemd? Omdat men toen ervan uitging dat zwarte mensen geen mensen waren. Het waren wezens die onder het zakenrecht vielen. De blanken die beschouwden zich als mens. Dus je was een soort half mens als je dus een kruising was. Kortom, wij zijn daarin gaan geloven. En wij zijn ook zo gaan praten uiteindelijk. Ja, klopt. Ja, en dat is nou ook een stukje hersenspoeling. Ze hadden het nodig, want een kleine groep blanken moest de macht uitoefenen over een grote groep. Dus ze hadden allerlei methodieken ontwikkeld, verdeel en heers, onder andere om te voorkomen dat zij onder de voet gelopen werden door hun onderdanen of hun mindermachtigen, zoals ze dat zeggen. Waarom haal ik het slavernijverleden even aan? Omdat wij hetzelfde soort fenomeen hier hebben in Suriname. Mm-hmm. Wij hebben ook een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. En die zwarte bladzijde begint in 1982 in feite. Eigenlijk in 1980, maar in 1982 kwam de grote klap. Toen werden er mensen die gevangen zaten, mm-hmm. geen kant uit konden, vermoord. Ze werden vermoord om nog onduidelijke redenen, want er werd gezegd, ja, ze zouden tegenkoep plegen enzovoort, maar er is nooit een bewijs geleverd uit die hoek dat het inderdaad een tegenkoep was. Die mensen zeiden, dat waren zij of ik. Die periode is een periode die vooral voor veel mensen die erbij betrokken waren, een pijnlijke is. Dus werd het uit onze geschiedenisboeken gehouden. Net als hoe de slavernij uit onze geschiedenisboeken is gehouden door de Hollanders. Ja. Dus, dan ga ik direct naar het punt, want dat valt me vooral op in deze verkiezingsstrijd. Ja. De jeugd vooral, of een deel van de jeugd, die kennen de feiten, maar ze willen niet dat je erover praat. Een deel kent de feiten niet. Die hebben kennelijk het niet van hun ouders of hun opvoeders gehoord. En ik ga je zo meteen vertellen hoe dat zou kunnen komen. Okay. En je hebt ook weters, hè? Dus die alles weten en dus laat maar zeggen, de juiste kritische houding kunnen aannemen ten aanzien van 1982. Want het is zeker vatbaar voor kritiek, want die mensen zijn geen natuurlijke dood gestorven. Ze zijn doodgeschoten. Okay. Waarom, zou je het je denken, is het toch zo dat die mensen zo'n naargevoel krijgen als de opponenten, dat zijn de mensen die kritiek leveren, problemen aanvoeren met betrekking tot 82 en daarna. Want ik moet zeggen, daarna is er ook nog heel veel gebeurd. Het is wel geen proces geweest, maar er zijn wat mensen verdwenen. Ja? Er werd geïntimideerd, er werd angst aangejaagd enzovoort enzovoort. Nou, de vraag is, hoe komt het dat de jeugd vooral zich onprettig voelt hierbij?
als er over gesproken wordt. Want dat, tenminste, dat hoor ik. Ik weet niet of u hetzelfde... Ik zal niet weten als de jeugd zich onprettig voelt, maar het lijkt alsof men gewoon niet wil weten of wil horen. En ik zit me af te vragen waaraan dat ligt. Is dat ook misschien een vorm van brainwashing? Juist, daar wil ik eigenlijk naartoe. Ik denk wel dat het een vorm van brainwashing is. Waarom? Omdat degene die de misdaden, die verantwoordelijk was voor de misdaden, die heeft er een voordeel bij als er niet over gesproken wordt. Dus bij brainwashing gaat het erom dat je mensen hun eigen gedachtenwereld, hun eigen gedachtenpatroon, hun eigen normen en waarden ontneemt. Ja. Men herprogrammeert zulke mensen. En hoe kun je dat? Door steeds te roepen dat 1. Het niet waar was. 2. Het moest. Want het waren zij of wij. Mm-hmm. Zonder daarbij bewijs aan te dragen. Dus eigenlijk bijna kritiekloos. Het waren zij of wij. En de jeugd die behoort tot die groep die het niet wil weten, wordt kennelijk geplaagd door de angst die opgeroepen wordt als ze er wel mee bezig zijn of er wel over praten. Ja. Omdat, je weet, sinds 82 was er een soort bewind hier met volksmilitie. Mensen werden angstig gemaakt. Ouders durfden niet met hun kinderen te praten, zelfs over die periode, want ze waren bang dat ze op school misschien iets zouden zeggen en opgehaald zouden worden. Als ik even mag. Maar nu is men toch veel vrijer en je krijgt gewoon juist antwoorden van ik wil het niet weten of was je daar? De antwoorden die je meestal krijgt zijn van, het gaat zelfs zo ver dat men zegt dat zang if a mankeerd is, maar wat is dat nou? Juist, dus kijk, je ouders zijn verantwoordelijk voor jouw geweten. Ja. Ja? De geboden en verboden die je leert, of die tot je neemt, die in je onderbewustzijn gaan leven, mm-hmm. Die komen uit je huis, uit de opvoeders in ieder geval, als je het in bredere zin wil zien. Yeah. Nu weet ik dat sommige ouders uit angst alleen al zich aansluiten. Omdat ze denken dat ze op die manier, bij hersenspoeling gaat het ook over straf en beloning. Hè? Dus, yeah. Dus, ik maak even een zijsprongetje. Ik weet niet of u gemerkt heeft dat bij deze laatste regering mensen ontslagen werden terwijl anderen juist in dienst genomen werden. Ja? Mm-hmm. Wanneer dat gebeurt in een gemeenschap, dan ontstaat er een soort onzekerheid, hulpeloosheid, afhankelijkheid van ik moet me gedijst houden, ik moet niet dingen gaan doen die mij mijn baan kunnen laten verliezen, mijn studie kunnen laten verliezen, in ieder geval mijn inkomen kunnen laten verliezen. Kortom, er worden dingen gedaan die nog steeds intimiderend zijn, die nog steeds angst oproepen. Snap je? En die jongelingen die er helemaal niets mee te maken hebben gehad, die luisteren natuurlijk ook naar wat er thuis gebeurt. Oké, maar het is een hele mond vol en ik denk dat het programma te kort is eigenlijk om heel goed erop in te gaan. We moeten eigenlijk even afronden, maar voordat ik het doe, zou ik u toch wel willen vragen om een oplossingsmethode te geven van hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen. Want nu ook zie je heel wat billboarden die zeggen van deze regering werkt en het werkt. En als je langs de Kopenamenstraat rijdt, dan zie je zoveel kleine kinderen die nog steeds heel veel knippen. Het lijkt alsof het verergerd is geworden. Juist. Dus als u misschien kort en even zou kunnen aangeven wat we precies eraan kunnen doen en hoe we ermee om zullen moeten gaan. Ja, dat wil ik heel graag. Niet voordat ik gezegd heb, want u noemt dus die mensen die knippen verkopen enzovoort, en dat zij beweren dat ze het wel goed doen. Emotionele manipulatie. Emotionele manipulatie kan ik niet nalaten om het genoemd te hebben voordat ik dit ga afsluiten. Degene die kritiek leveren, ik kom zo op je punt. Degene die kritiek leveren worden als collaborateurs beschouwd. Hè? Dus ze worden als de handlangers van de kolonisator genoemd. Ik weet niet of je het hebt gemerkt dat er veel gesproken wordt over dat wij, of tenminste de democraten, willen Suriname herkoloniseren. En dan noemt men dus wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus de rest die, laten we zeggen, tegen
de huidige machthebbers is, worden betiteld als staatsvijanden. Ja. Oké, dan kom ik op je punt terecht van dus die deprogrammering. Ja, ja? Deprogrammering. Dus ik heb gezegd dat het een vorm van herprogrammering is. Met andere woorden, net als een computer word je dus je harde schijf wordt gewist, je krijgt andere waarden en normen, je krijgt een ander gedachtenpatroon, je gaat denken als de manipulator, alles wat de manipulator zegt, zeg jij ook. Weet je, je merkt niet eens meer dat je het zelf zegt. Nou, wat is de oplossing? De oplossing is een vrij moeilijke, omdat we kuddedieren zijn. Mensen zijn kuddedieren. We hebben zoiets in ons genen als follow the leader. Dus je moet alvast leren om je kinderen kritisch te laten denken. Je moet je kinderen altijd leren kritisch te leren denken. Mm-hmm. Omdat bij alles wat ze tegenkomen in hun leven, zullen ze merken dat ze gemanipuleerd kunnen worden. Ja, en zeker in de politiek, religieuze sectes, loverboys. Mm-hmm. Zo'n kind moet zich altijd afvragen, met die twee vragen moet je hem het huis uitsturen. Wie heeft er belang bij en wie wordt er beter van? Er zijn ook tactieken, therapeutische methoden, men noemt het exit counseling. Om zulke personen als je ze te pakken krijgen, want het is ook nog een punt om ze uit die groep te halen. Met een therapie te helpen. Om hun eigen normen en waarden weer terug te krijgen. Wel merken we dat ook, al heb je het zo goed gedaan, er blijven resten steken waarbij er verwardheid, angst en depressie kan ontstaan bij die kinderen, omdat ze zichzelf zo lang kwijt zijn geweest. Maar even kort, hoe kunnen we echt eraan tegengaan dat we zeggen van, we willen niet meer in de komende jaren dat men zodanig onder invloed is van de manipulator, maar echt zelfs gaat denken, zelfs gaat handelen en zelfs gaat doen. Hoe denkt u dat we dat even tegen kunnen gaan? Ik denk dat we in ons onderwijs moeten gaan kijken, want ik weet dat er veel in het onderwijs mis is, in de zin van dat zelfs docenten, leraren, jeugdbegeleiders, die aan de andere kant zitten, kinderen indoctrineren met een gedachte die graag door de manipulator wordt verstrekt. Okay. En dus daar alvast in het onderwijs zou je dus kinderen moeten leren om kritisch te zijn en om door te gaan met zichzelf te zijn. Zo, alle kijkers, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. U heeft het gehoord. We zijn er allemaal slachtoffer van brainwashen. Maar om het goed tegenaan te gaan, is het om goed na te denken, jezelf te ontwikkelen en goed na te gaan. Hoe, wat, durf gewoon om vragen te stellen. Met deze woorden wil ik het afsluiten en u een hele fijne dag toewensen. V7, dat passie ik kom.